kan dat nou? Ik weet het niet. Ik denk, alsof hij niet meer bestaat gewoon. Ja, ik zou het niet weten. Witsche. Richard Witsche, hoe is het ermee? Geen idee. Nee. Niemand weet het. Ja, het is stil. Ja, het is heel stil. Is het niet te stil? Ja. Eerlijk, hè? Misschien wel te stil. Ik ben blij dat jij dan langskomt, anders... Weet jij hoeveel Interlands jij gespeeld hebt? Ja, ik denk een stuk of 20 nog. Ja, dat heb je niet slecht. Het zijn er 19. 19, ja. 19 Interlands. Ik denk dat er nog meer waren. Nee, het zijn er 19. 19 Interlands. Toch een hoop wel. Ja, jij ging niet mee naar de EK, toen raakte je geblesseerd. Ja, daarvoor, vlak daarvoor, ja. Ja, dus toen moest jij afhaken. Afhaken, ging mijn broer mee. Die deed goed. Ja, dat was de opkomst van je broer. Ja. Maar, en vanaf dat moment hebben we nooit meer iets van jou vernomen in het Nederlands elftal. Nee, en ik niks vernomen van het Nederlands elftal. Ik heb ook helemaal geen berichtje gehad of een telefoontje van hoe het gaat of zo. Helemaal niks? Helemaal niks, nee. KNVB niks laten horen? KNVB niks laten horen, nee. Dus die hebben het gewoon weer op hun oude manier gedaan? Ik denk het. Ik weet niet hoe hun oude manier is. Nou, gewoon onbeschoft. Gewoon onbeschoft. Ja. Ga je naar Amerika, denk je? Ja, omdat ik me fit voel en alles. En, ja, waarom zou ik er niet bij de selectie komen? Misschien het Bruins tot wel een keer kon kijken. Als Tony Bruins Slot was komen kijken zaterdagavond, had hij gezien dat Witsche het voetballen nog niet is verleerd. Wat zwaarder van postuur, beroert hij de bal nog altijd met dezelfde finesse. Blijft het Bordeaux of wil jij hier weer weg? Ja, ik zou het liefst weer weg willen natuurlijk. Ik denk, wat moet jij nou kosten? Wat kost Richard Witsche? Nou, wat denk je? Ik zou het niet weten. Kost allemaal. Ik schat me toch... als ik weg zou moeten tussen 5 en 7, 5 en 8. Tussen de 5 en 7 miljoen gulden moet jij kosten? Ik denk het, ja. Dan kan jij niet in Nederland spelen, Richard. Misschien kan ik dat wij wel voor een miljoen weg als ik niet presteer. Dan zijn ze blij als we een miljoen kunnen verkopen. Het ligt allemaal hoe je presteert daar. Nou, zo makkelijk is het. Ja, nou, dan kan je altijd nog bij Roda terecht. Ja, dan gaan we naar Roda. Voor 1 miljoen. Een miljoen. Ja. Kerkrade. Ja. Karl Heide. Karl Heide. Dat spreekt ook niet aan de haar. Karl Heide. Ja, dus dan moeten we gaan investeren. Dus, er staat druk op. Denk daar nou aan gewoon. Ja, er staat druk op. Nou, weet je alles wel, hè, haar? Ja, ik weet het ongeveer wel, ja. Ongeveer. Nou, het enige wat ik niet weet is of je nou naar Amerika gaat. Daar hebben we het over gehad. Ik ga gewoon mee. Je gaat naar Amerika? Ik ga naar Amerika. Oké. Okay. En ik ga nou lekker slapen. Oh. Ga jij slapen? Tot tijd. Ik heb vanavond een belangrijke wedstrijd. Oké. Okay. Ja, neem je die bende wel even mee? Wat? De bende. Je neemt droge cake mee. Oké, okay, nou goed. Nou goed, dan neem ik die rotzooi mee. Zou ik niet slapen? Nou, ga jij maar lekker slapen dan. Oké, ja. Veel succes vanavond. Okay, bedankt voor de belangstelling. En zien we elkaar in Amerika, hè? Oké. Okay. Oké. Okay. Ik zie je. Zo, zeker.